Wist je dat de orthodontist niet alleen maar tanden rechtzet? Orthodontiepraktijk Osdorp is een innovatieve digitale praktijk die gebruik maakt van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor kan er een breed scala aan diensten worden aangeboden. Daarnaast hechten zij veel waarde aan de keuzevrijheid van de patiënt. Dr. Guido Zwielig vertelt ons meer. Orthodontisten gebruiken natuurlijk dagelijks beugel om tanden recht te zetten, maar uiteindelijk creëren ze een mooiere lach en wat uiteindelijk ook invloed op het leven kan hebben. Begonnen had het met vaste beugel, keramische brackets, die minder zichtbaar zijn, die eigenlijk goede alternatieven bieden. En nu meer en meer in beeld een doorzichtige aligner beugel, die de patiënt zelf moet in en uit doen, maar wel rond de 22 uur per dag moet dragen. Als wij het hebben over welke leeftijd deze beugel geschikt zijn, kunnen we duidelijk zeggen dat een uitneembare, onzichtbare beugel toch voor volwassenen is, met een kleinere afwijking. Grotere behandelingen moeten in het algemeen met een vaste beugel komen. Aligner is een behandeltechniek die uiteindelijk uit een stukje plastic bestaat. Dat is een dieptrekfolie. En deze wordt op een individuele 3D-model gemaakt. Een behandeltraject bij een orthodontist gaat in het algemeen zo dat een eerste gesprek wordt gemaakt. En die leidt tot een voorlopige diagnose. Na deze eerste consult volgt een uitgebreide onderzoek, waar wij met verschillende röntgentechnieken de stand van de kiezen en de stand van de kaken onderzoeken. Gewone foto's met een camera worden gemaakt van het gezicht. En dan natuurlijk een 3D-scan van het gebit. En dat is de basis voor de volgende definitieve eerste behandelplanning die we met de patiënt overleggen. Dus de patiënt heeft transparantie en heeft ook een keuzemogelijkheid in die behandelmethode en in sommige gevallen ook op het mogelijke eindresultaat. Sommige patiënten vragen even naar een bepaalde zorgvraag, hebben een bepaalde klacht. Dat kan een kleine scheve tandje zijn in het front, maar dat kan ook een uitgebreide kaakoperatie zijn waar wij met andere specialismen samenwerken en grotere, complexere behandelingen moeten plannen. Een van de belangrijkste vragen is het echt nodig kiezen te verwijderen? Ik kan zeggen dat het eigenlijk nu veel minder is dan 20, 30 jaar eerder. Ontwikkeling op dit moment is dat wij beugel in metaal printen. Wat eigenlijk 3D-printtechnieken waren uit plastic, is nu zover dat het laboratorium toch metaalprinter aanschaffen en dat totaal andere mogelijkheden zich biedt. Orthodontisten hebben na de 6-jaarse tandartsenopleiding een 4-jaarse specialistenopleiding nodig. Dat betekent 10 jaar lang kwalificatie, 10 jaar selectieproces. Daarna is in Nederland elke 5 jaar een visitatie vereist, waarbij meerdere collega's hier in de praktijk komen, willen zien hoe en wat wij werken. Dat wordt alles tegen het licht gehouden. Elke 2,5 jaar komt een externe kwaliteitscertificering, waarbij een externe onafhankelijke bureau dingen nakijkt vanaf de röntgen, over sterilisatie, over hygiëne. En dat is het leven van de orthodontist. Ik raad iedereen dringend aan die een vraag over zijn gebit heeft naar een orthodontist te gaan. Want daar weet hij wat hij uiteindelijk krijgt en voor wat hij betaalt.